Iedere buitenlandse trip begint met een trigger. Iets dat Mark en mij enthousiast maakt. Een water, het kan een vangst zijn of een gerucht. Het kan zomaar genoeg zijn om ons weer in de auto te doen laten stappen en kilometers asfalt weg te trappen. Het zaadje voor het avontuur dat jullie nu gaan bekijken werd in september geplant. Samen met Remy en Wouter deed ik namelijk mee aan de World Carp Classic, ook wel het WCC genoemd. Een fantastisch evenement met meer dan 115 teams die werd gehouden op de Lake Novomlinska in Tsjechië. Een groot water van zo'n 1600 hectare. Al met al was de WCC supergezellig. Er werden vriendschappen gesmeed en het was een toffe ervaring. Maar we kwamen er ook achter dat het wedstrijdvissen sowieso vervelende kant heeft. Vooral het feit dat je niet kan verkassen omdat je natuurlijk door de loting gebonden bent aan een stek, deed ons echt knarsetandend achter de hengels zitten. Zeker omdat in de eerste 4 dagen van de 5 er aan de overkant vol gas gevangen werd en bij ons ja, was het gewoon een dode boel. Gelukkig draaide de wind in de laatste dag en konden wij ook nog een paar mooie vissen vangen, waardoor we uiteindelijk als 16e op de lijst stonden. Geen slechte resultaat, maar tijdens de wedstrijd zaten de radertjes in mijn hoofd continu te draaien. Van ja, hoe kan je dit water nou echt als een baas aanpakken? Al met al was ik toen al bezig met een plannetje te smeden. En toen Hofman eenmaal op de stek arriveerde, zei hij, ja luister, één ding is zeker, we moeten hier potverdorie toch in het najaar terugkomen om het eens even goed leeg te hakken. En na een kort teamoverleg was wel duidelijk dat we deze uitdaging aan wilden gaan. Het bevissen van Lake Novomlinska als vrije vissers met als rode draad stekken aanvoeren en afromen. Eigenlijk ons lievelingsspelletje. Naarmate de trip dichterbij kwam, werd het weer regelmatig gecheckt en de stormachtige omstandigheden baarden ons wel enige zorgen. Maar goed ja, thuis vang je sowieso niets. Dus ja, hop, spullen in de auto, op naar Czech Republic en het is nu tijd voor Oktoberfest. Yes. Hey Remy, wat gaat er door je heen? Ja, fantastisch jongen, dit is mooi. Zo, ja, deze auto kennen jullie nog wel uit de film Alles naar de Kloot en alle andere video's waarbij het dus kapot ging, maar het is weer het geval. Ja, klopt, hij rijdt niet. Wat is er gebeurd? Ik kan er echt niks aan doen deze keer. Het zijn de sproeiers of zo, of weet ik veel, verdelgers, iets. Onder de motorkap, het werkt niet, het onderdeel is niet op tijd binnengekomen. Dus we gaan nu kijken of alles past in Michiel's auto. Wordt krapjes, maar... Is iets kleiner mee, weet het. Als het moet, dan moet het. En dan kan het. Het is ongelooflijk, we hebben gewoon ruimte over. Volgens mij vergeten we iets. Nog nooit gehad. Ja, of we vergeten het waarschijnlijk inderdaad wel wat. Alles ligt erin, ski-koffer zit wel bomvol. We hebben al het aas en de accu's helemaal tegen het schot aangeprut. Dus het enige wat nu nog kan gebeuren, wat fout kan gaan, is dat die leeggejat wordt. Maar kijk wat ik hier heb, jongens. Dat ziet er nog wel netjes uit hier ook in deze. Dat is helemaal en nog steeds uitstekende conditie. Kijk, gaat die dicht. Bam. Let's go. Start maar die handel. Klinkt goed, Bas. Zie wat de fuck is dit? Oké, net tijdens het inpakken hebben we even muziekje aangedaan, een uurtje lang. En woefertje aan, je kent het wel. En nu is die blijkbaar leeg. Maar weet je waar de startkabels? Ik heb stapkabels, die liggen hier tegen het schot. Ja! Het begint weer Pilaan Hofman stel deze ellende. Ja. Zo gaan die dingen, hè? Zo gaan die dingen. Ach ja. Maar ja, het is wel mooi is dat jij gewoon bij de ANWB gerouilleerd bent, hè? Ja, dat klopt. Ja. We kunnen niet de ANWB bellen, maar het is ook jouw auto. Maar jij staat ook niet al te best voor de ANWB. Klopt. Maar, wat hebben we hier? Wat is dit voor moois? Een soort rebel cell. Is dat dan? Nou ja, dat zou heel snel zijn als het zo geregeld is. We moeten naar Tsjechië. Tsjechië? Ja? Lekker vonken. Ja. Hey! Wel een vrij legendarisch, zo snel. Ja. Gewoon even laten draaien. Even laten draaien. Ja? Oké. Okay. Bedankt, houden. Zo, dit is de snelste service. Snelle actie. Kan dat ook kopen, joh. Kan de AWB die hebt tippen. Wat? Mooi, op die woonwagen kampen. Regelt ze dat gewoon. Ja. Daar zijn we bij Jos Benders thuis. Tada! Wat hebben we gehaald hier? Dit is mijn huis. Nieuwe kleding, jongen. Nieuwe kleding. Bam. Ik had zelf nog geen KWO-jas. Oké, Jos, we gaan jou verlaten. Wat denk je ervan? Wat gaat er allemaal gebeuren? Als de focus op vissen is, dan gaat het helemaal goed komen. Jongens, succes, hè. Focus op vissen. Geen kroegjes, geen discotheken. Nee. Alleen maar vissen. Alleen maar vissen. Karpers hakbarren. Later. 28 oktober. 14 graden. Mega mild. Waar we heen gaan? Fysiek koud. Tsjechië en... Zou je starten? Netjes. Woehoe! Oké, jongens. Op pad. Let's go. Het is een klein stukje rijden. 11 uurtjes, 1200 kilometer. Voor je het weet ben je er, hè. Gewoon even een paar steetjes en gaan. Zo, toevallig dat je net bij deze wc staat hier. We zijn nu even bij een tankstation. Maar wat hebben ze hier? Hamburgers. Wat een teleurstelling, jongens. Hij is nog niet open. Weet je wat we doen, Martin? We kachelen gewoon een stukje verder. Ja, joh. Je weet wat ik wil, hè? Ja, dat ook, ja. Het is een spulletje. Ook Erdogan zit lekker zijn soepje te eten.
altijd maar weer die fucking junkfood. Ik vind die vervelend. Nee, het is prachtig. Er is niks moois dan gezond. We zijn al drie van die Burger Kings af geweest. Ze waren allemaal nog gesloten. Het was nog te vroeg en eindelijk kunnen we nu wat eten. Klopt, heerlijk. Ik zag jou komen, Bas. Is nu wel gelukt? Wat hebben we daar? Een vignetje van Tsjechië. Ik moet hem zo houden. En dat is prachtig, want daarmee zijn we de regels niet aan het overtreden. En dat gaan we waarschijnlijk nog genoeg doen. Dus een klein beetje karma is geen kwaad. Krijg je ze goed gedraagd, dan krijg je stickers. Een mooi plekje. Ziet iedereen hem. Wij hebben geen geheimen, jongens. Let's go. De allerlaatste stoppen zijn bijna in Brno. Daar gaan we dus eerst naartoe. Het is 5:00. Dus we hebben exact 12:00 erover gedaan. Even een mooie foto schieten met je nieuwe cameraatje. Ja, het mooie lichtje zo, hè? Mooie herfstkleuren. Toch een goed begin zo van de vakantie. Goede reis gehad, jongens. Eerst de sleutel van het appartement regelen nu. De avond valt. We komen in de buurt van het meer. Van het meer? Van het meer. Nee. We gaan eerst nog even naar het centrum. Daar hebben we een appartement geregeld. Morgen gaan we voeren. Het is nu al veel te laat om met de boot al dat werk. Dat gaan we niet trekken. Dus we gaan vanavond gezellig wat drinken. En dan morgen begint het echte karperfestijn. Het voorvoeren. De voorbereiding. Maar psychologisch zijn we dan mee bezig. Oh, we zijn in Brno gearriveerd, downtown centrum. En wat zie ik daar, jongens? Hofman heeft er een neusje voor natuurlijk. We gaan hier de sleutel ophalen van het appartement. Come on, dance! Fuck you, mate! Live vanuit Tsjechië, jongens. Appartement, 4 tientjes per nacht. Het is te doen. Wat hebben we hier? De master bedroom. Badkamertje, wc'tje. En deze man. Chillt hem hard hier uit. Op de kast in Kuis. Vanavond de stad in en morgen voeren en ook mogen vissen. Zo, jongen. Net de kleren aan voor een drankje en een hapje eten. Best trek ook. En kijk eens wat ik hier heb. Ik mocht niet mijn eigen jas aan. Kijk, ik heb wel mijn eigen kleertjes aan. Het ziet er best goed uit. Ik vind het helemaal mooi. Ik moet wel Max jas aan, anders wil hij niet met mij over straat. Dus, dan gaan we. Jongen, die vuilniszak van jou. Pas je erin, dan ben je tevreden. Kijk hem shine deze man, jongen. Dus ja, tot morgen. Leuke avond. Yo, goedemorgen mensen. De nachtje zit erop. Yo. En dan gaan we nu maar eens even vergunning halen, Bassie. Vergunning halen. Ben ik als het goed is klaar in de viswinkel hier? Lig je opgebaard? Dat is voor de verwacht. Oké. Deurtje dicht. Nu gaan we kijken of we geen keuring hebben. Want we hebben geen geld in de parkeermeter gedaan. Maar als de boete net zo duur is als een gin tonic hier, dan valt het. Er zit niks op eruit. Geen keuring. Adres opzoeken, vergunning halen en voeren. Hier moet dus een heel sportwinkel zijn. 109. Zou dit de winkel zijn hier? Daar is wel een bordeel. Toch altijd even kijken. Hallo. Hallo. Dit ziet er niet echt uit als een hengelsportzaak. Maar dit lijkt er meer op. Een of ander oude Kate. Marcus zal het regelen, zoals hij dat regelt. Ta-da-da-da-da. Yes, fishing license. Zo, netjes opgeruimd. Bonjour. We have something special. Good. Yay. Good. Très bien. Show me your shop. You have a nice shop here. Goed kijken waar je loopt. Ja, I want licens. Ja, jongens. Dit is de shit. Hiermee ga je ze vangen. Een shop kaufen. Moment. Oké. Ja, jongens. Where are we now? Ja, moment. Dat is de heren? Yes. Dat is kauf van licent. Oké. Volg het lekker even. Je hebt een address. Dat is Moskou kant. Ik denk, ja, vergunning ophalen, dat dacht je dan, maar dan moeten we alsnog weer ergens anders zijn. Een big carp, waar is de big carp? Dat is zeer big carp, Oeh, okay. Ja. Dat is het wc-water. Ja. Bivi slaven. Ja. Bivi slaven. Ja. Ja, dat is hier momenteel slaven. Oké, nou wat we nu gehaald hebben voor papiertje, geen enkel idee. Maar volgens onze vriend Makamaat moeten we nog een vergunning, tenminste nog een papiertje halen. In Pavlov, dus daar gaan we nu maar eens naartoe. Het zijn flinke meren. Ja, klopt, ja. Je wil hier wel vis vangen en dat gaan we ook zeker weten doen. 20 kilo's hakken. Best wel wat bootjes met vissers, hè? Ja, klopt. Dus concurrentie is er genoeg. Karpers overal, jongens. Even de vergunningen halen. Bij deze snackbar. Waar je ook toevallig wodka kan kopen. 30 gram. 1,20 euro. Het is te doen. Je zit toch niet weer aan je papierdagadres van. Ah, oké. Je schoonmoeder is bezig, zie ik. Met de vergunningen in orde maken. Stempels erop. Gewoon helemaal officieel. En het mooie is, alles is in het
Tsjechisch. Dus geen idee wat we doen, wat de regels zijn. Dus we gaan maar gewoon doen wat wij denken dat goed is. Ja. En dan komt je, 1, 2. Hoppatee. Ander, even een nieuw netje voor in de boot. Een nieuw netje voor in de boot. Een kasteeltje. Dit zijn wel netjes hoor, maar het kost best geld hè. 419 kronen, dat is 16 euro. Ja, dat vind ik wel duur. Oké, we lopen nu over de dijk op weg naar de stekken waar wij zouden willen vissen. Lekker fris windje, buddy. Ja, wat ook mooi is, hè? Deze man zegt ja, het is max 200 meter lopen, maximaal. Dat is iets verder hoor, ik had gereden in september met de auto. Ja, 1000%, het is maar 200 meter. Ik denk dat het 2 kilometer is. Dus misschien moeten we maar gewoon even de boot pakken en erheen varen. Want als we daar nu zijn, dan zeggen we, ah oké, mooie stek. En dan... laten we even de boot gaan halen. Dat klopt inderdaad. We zijn nu hier, oud staat hier, en we willen hier naar het koppie. Best eindje nog. Best stokkie, maar volgens mij loopt hier ook een weggetje en er zit een kleiner stukje. Dus laten we daar maar even heen gaan. Maar je weet dat er dan 1000% slagboom staat, hè? Ja, dit zijn de Tsjechische bazen hier. Lekker vis met opa en oma. Daar hebben we Luc Zomerhuis aan de rechterkant. De eindbaas. Oké, jongens, de slagboom is dus daar, maar direct karpenvis is gespot. Dus dat is minder mooi. Er zijn al veel hier, hè? Maar het stikt er de moord van de karpenvissers. Allemaal lekker pompen. En maar bezig zijn. Zo, emmertje met voer. En even de karje achteruit uit te trekken. Dan gaan we de boot erin gooien, stekken zoeken, markers neervoren, voeren. Het is netwerk. Het is netwerk. Netjes. Wat een atleet, hè, jongens. Nou, we hadden dus als plan om hier op de kop te gaan zitten met onze spullen. Eigenlijk net zoals die gasten dus doen. Netjes. Dus je ziet dat altijd maar weer. Ik had het voor nooit. Zinnen, maar... Dat gaat nooit zoals je zelf had gehoopt. Checken wanneer ze weggaan. Echt een leuk al zijn het hoor. Karp. Big carp. Big carp. Big carp, come on. Please. Nou, deze boys hebben dus 5 dagen hier gezeten. Bonjour. Hola. Ciao. En ze hebben 11 vissen gevangen, dus dat is geen vetpot. Nee. Maar ja, dat zou wel beter moeten kunnen, zou je denken. Tuurlijk. Ja, je hebt een nice camping zo. Yes. Professional, hè? Professional. Professional angler. Yes. Fishing time! Slovakia Borowicka. Dat is not zo bed. Ja, yes, nog wel. Ik rijd niet meer. Helaas, hier kunnen we dus eigenlijk weinig met onze Tsjechische vrienden op de stek. Morgen gaan ze dus weg. Wat wij ondertussen gaan doen is toch de spullen weer in de auto. Hebben we voor niks die boten zo gepakt, hè? Oh, joh. En kijk naar andere stekken. Het is niet anders. Het is toch wat, hè? Oei, oei. De spullen liggen in de auto, maar we lopen wederom over de dijk. Want wat is er aan de hand? Mark heeft zijn telefoon verloren. Dus voordat een of andere vuile Tsjech die telefoon vindt, gaan we zelf maar even over de dijk lopen. Oh, deze man! Deze gozer heeft geluk. Daar ligt niet te geloven. Van het voorjaar. Het is niet de eerste keer dit jaar. Ja. Goed, ook weer opgelost. Netjes. Netjes. Concurrentie, jongens. Is een nice tent. Is toilet. Ah, toilet, no. No toilet, no? No. You catch carp today? Nee. No? You don't understand? No problem. Netjes. No problem. Hey, daar gaat-ie hoor. Oh. Oh. Mom! Nice, man. Dit is toch lijp, hè, mensen? Kijk deze goede paar, jongen. Ik wil heel erg even hier. Kijk dit. Prachtig. Daarvoor is sowieso het bolsport in mee. Dus het is nu gewoon echt zoeken naar een stek waar dus niemand zit. Het lijkt erop dat hier niemand zit. En dat komt waarschijnlijk omdat je 50 meter uit het water moet lopen. Maar wel een mooi koppie. Kijk dit wat kan zijn. Toch eventjes noeste arbeid hier. Nieuw speeltje. GoPro, start recording. Wauw, netjes. GoPro, stop recording. Kom je erin, Piel? Oh shit, even voeren. Brengt hij wel de Noordzee, stuk uit de kant. We hebben een soort gul gevonden, maar even kijken of het überhaupt allemaal te doen is. Ruige omstandigheden in ieder geval. Ik heb gelukkig een spatschuim op mijn neus zitten. GoPro stop recording. GoPro stop recording. Stop! Stop recording. GoPro stop recording.